Op de plek waar ooit de lange Jan en de lange Lies stonden, dat is deze plek die u nu ziet, een voormalig mijnterrein van de Oranje Nassenmijn 1. Daar speelde zich allemaal af. De ondergrond is natuurlijk steenkool. En die steenkoollagen die moeten weer eens wakker worden gemaakt. Dat is het begin van het verhaal. Het gaat over het verleden. Het gaat over het heden. En we eindigen uiteraard met de toekomst. Enorme ballonconstructies, meters hoog, zullen nu verschijnen op het terrein. De steenkoollagen zijn nu wakker gemaakt. En Lange Jan en Lange Lies staan weer rechtop. Dat waren de namen van twee enorme schoorstenen die iedereen kende in die tijd, tot midden jaren 70. Het waren iconen van Heerlen. Wie Heerlen binnenkwam, zag de Lange Jan en de Lange Lies. De handen simuleren, zeg maar, het harde werken destijds in die steenkoolmijnen. Vuurwerk zie je trouwens door de jaren heen altijd wel terug in de programma's van Cultura Nova. Maar tegelijkertijd zie je ook hele kleine voorstellingen tijdens dat festival. Dat is zo mooi. Heel groot werk, maar ook heel klein werk. Dat is de kern eigenlijk van Cultura Nova.
theater, muziek, dans, toneel. Het monster arriveert. Behemoth. Vernietigt. De mijnindustrie. Slaapt toe. En dan zitten we eigenlijk in de jaren 70. Midden jaren 70 werden de steenkoolmijnen gesloten. Dat wordt verbeeld met dit alles vernietigende monster door Plasticien Folland. De mijnindustrie nadert symbolisch zijn einde. Hier op het voormalige mijnterrein, waar we kijken naar een spektakelstuk bij de opening van de 25e editie van Cultura Nova. Het monster heeft afgerekend met het verleden. Het verhaal ging zojuist over het verval. Het gaat nu over de bloei. En over de toekomst. We geven het publiek gelegenheid om met fantasie en hoop naar de toekomst te kijken. Dat is een citaat van de makers van deze voorstelling. Met fantasie en hoop naar de toekomst kijken.
Tot in detail zijn die ballonconstructies geschilderd, afgewerkt. Prachtig om te zien. Het verleden is belangrijk, maar de toekomst is belangrijker. Barst hier een enorm vuurwerk nu los. Het was al veel, maar nu helemaal.